Jimmy woont samen met zijn ouders en twee broers bij zijn oma. Ze bezetten daar een kamer. Al 18 jaar zijn ze geregistreerd bij Volkshuisvesting, maar ook deze keer hebben zij geen huis gehad. Dit resulteert erin dat Jimmy's schoolprestaties achteruit gaan. Jimmy vindt het heel erg. Hij is niet één keer blijven zitten, niet twee keer, maar al drie keer. Investeren in mensen is belangrijk. En uit het verhaal van Jimmy blijkt dat we in Suriname onvoldoende investeren. Er is een bepaalde groep waar geen aandacht voor is. Bijna 28 jaar ben ik bezig met jongeren. Ik ontmoet ze in de school en ik ga bij hun over de vloer. En wat ik hoor, is dat het beleid het laat afweten. Het is niet dat het beleid geen aandacht heeft voor jongeren, maar ze praten meer over de jongeren dan tot de jongeren. En dat is waar het misgaat. Investeren in mensen betekent voor mij eerlijke toegang tot huisvesting, eerlijke toegang tot onderwijs, eerlijke verdeling van de rijkdommen uit het land, constant creëren van werkgelegenheid. Als je die dingen doet, dan investeer je echt voor nu en voor de toekomst. In Paramaribo, Wanica en Para wonen ongeveer 300 Jimmy's. En daar moet verandering in komen, nu. Ik ben Merlin Aaron, kandidaat nummer 2 in Paramaribo voor de Doe-partij. Investeren in mensen heeft bij mij topprioriteit. Dus op 25 mei, doe the right thing.